Op de derde dag van CIOX benadrukt de minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning dat de olie- en gasvoorraden van onder andere Suriname niet de sleutel zijn tot duurzame ontwikkeling van het land. Duurzame ontwikkeling kan alleen bereikt worden met goed bestuur. De natuurlijke hulpbronnen van het land zijn dus geen garantie voor duurzame ontwikkeling. Goed bestuur belichaamt volgens hem transparantie, verantwoordelijkheid en ethische besluitvorming. Hij benadrukte dat de regering 4 jaar geleden de beslissing heeft genomen om samen met het IMF te werken aan goed bestuur. While investment decisions will enhance our outlook, governance remains paramount. Today the country's budget is tight, but we are quickly approaching significant surpluses which will pose new challenges. Managing these 4 years, we achieved remarkable and significant milestones. We steered an unprecedented budget deficit of about 20% back within normal limits in 4 years. All debts were rescheduled and a sustainable debt management plan emerged through consensus with all stakeholders. We strengthened the independent functioning of the central bank and the commercial banking sector is being revitalized. Our international reserves, which were as good as depleted, have been rebuilt and way above international standards. Inflation, once soared above 60%, now hovers around an expected 14% this year. Exchange rates and prices stabilized. De minister zei ook dat het IMF-programma op geen enkele manier afhing van de olie- en gasvooruitzichten. Dit geeft volgens de bewindsman aan dat het economisch herstel zal afhangen van goed bestuur, ongeacht de beschikbaarheid van hulpbronnen. While investment decisions will enhance our outlook, governance remains paramount. Today the country's budget is tight, but we are quickly approaching significant surpluses, which will pose new challenges. Managing this asset requires distinct economic skills. We must prevent that sudden resource abundance triggered increases in prices of food, housing, services. In fact, we must prevent from triggering inflation and unintended consequences. The sovereign wealth fund must be put in place and activated so it becomes our shield, a policy instrument to channel large inflows wisely, safeguarding predictable and steady progress for today and for the future. De bewindsman zegt dat veel geleerd kan worden van landen die reeds een economische doorgroei hebben gemaakt.